Yo mensen, Mark hier met een nieuwe video van mij. Ja, ik heb een nieuwe horror game. Niet gekocht, want dat was gratis met de PS Plus actie. Dus vandaag gaan we in ieder geval Amnesia doen. Eng genoeg, ik heb er verhalen over gehoord. Dus we gaan de game snel spelen. En hij maakt een herrie als ik zo zeg. De tv is een beetje te hard. Oké, laten we de game opstarten maar. En ik ga dan de Dark Descent doen. Dus dat is de eerste, waarschijnlijk. En ja, ik kan best wel tegen horror games. Dat zeg ik jullie alvast. Maar kunnen jullie er zelf ook tegen? In ieder geval, de eerste horror game is een feit. Niet een feit. Ik heb Until Dawn al gedaan, Resident Evil, Outlast. Die durf ik zelfs niet verder te spelen, Outlast. Dang. Dus ja, in ieder geval, geniet ervan. En ga lekker kijken naar deze video straks. Ik dacht dat ik zelfs iets in de headset hoorde. Zal wel. Nee, dus. Gelukkig maar. Don't forget. Cyclones mustn't be forgotten. Ik heb deze game nog niet eerder gespeeld. Ik ben benieuwd. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Ja, een soort beeld, maar dat is normaal. Dat hoort bij het spel. Dus ik weet nu niet wat er gaat gebeuren. Memento, we gaan even kijken. Follow the squid tail and find its source. Oké, ik moet dus een inktvisstaart volgen en de bron vinden. Het is nog first person ook. God. Ik zou het leuk vinden. Misschien had ik ga streamen nog. Dit is dit kanaal, maar zie ik het al. Oh. Ik heb meldingen nog natuurlijk altijd aanstaan. Dus dan zie je standaard wat er gebeurt. Het is op slot. Nou, alles komt er nu ineens in. Lekker voor een videootje. Fijn hoor. Hup, Derry is dat. Goh, zie dat. Oh, tinderboxen slecht, oh god.
Ja, nog een update bestand. What the fuck? Het is een heel donker spel, dat zeg ik jullie alvast wel. Oh, je moest gewoon duwen. Dat is toch ook voor je onwil. Je kunt nu op voor gegooid per ongeluk. Ik hoor iets. Gebeurt er? Huh? What the fuck? Holy shit. Deze game is zelfs nog enger. Oude archieven. Schrikking in deze game. Ik ga hem ook niet te lang doen. Sloot. Ik vind het maar één hoor. Een hele donkere keen.
19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. Oeh, ik moet niet bang zijn. But know this. Ik schijt uit wat al in mijn broek. Ik doe het nu al wat niet. En ik stream echt in het donker. Neem het op in het donker, dus het is al gruwelijk eng. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Oh, en ik ben dus Daniel. Oeh, als Daniel de Zwarte zou spelen en zijn eigen naam zal vinden. Denk uitschil. Maar ja, in ieder geval, dit is het waar ik de eerste aflevering stop. Ik ga denk ik waarschijnlijk morgenavond verder. Het is gruwelijk eng. Misschien dat ik hem zelfs ga streamen morgen. Maar dat zien we dan wel. In ieder geval, dank jullie voor het kijken. Vergeet die like nog niet te drukken. Als je hem leuk vindt. En ik ga snel eruit, want ik doe het zo wat in mijn broek. Tot de volgende aflevering.